Huh? Wat? Dit ding zijn jullie helemaal niet gewend achter mij. Maar, vandaag ga ik voor jullie voor de eerste keer slitter.io uploaden hier op mijn kanaal. Vandaar dat dit gekke ding hier achter mij hangt. Omdat ik dat mooi vind. Melkgreen en Sprek. Vergeet natuurlijk niet je blauwe duimpje omhoog achterlaten. Help me natuurlijk enorm. Laat ook even in de comments achter of ik meer slitter.io moet gaan uploaden. Dus we gaan kijken wat ik voor de allereerste keer hier op mijn kanaal met het spel kan gaan doen. Oké, we zitten dus nu hier bij slitter.io natuurlijk. Jullie zien daaronder mod staan. Dat heb ik dankzij Koen. Oftewel nee ook natuurlijk, waardoor ik iets meer kan inzoomen en kan uitzoomen. Dus dat is best wel chill om te zien natuurlijk. Maar eerst gaan we mezelf een naam geven. Laten we ons mooi om iets Chesto noemen, maar dan met een J. Gewoon voor de fuck en play. Oké, mooi. Zoals je ziet ben ik dus zo'n rainbow ding. En ja, nummer 1 staat kutthond, zou je nu al zien. We zien ook dat ik mijn greenscreen gebruik. Dus bij deze game vind ik dat best wel mooier uitzien natuurlijk. Dus vergeet natuurlijk niet je blauwe duimpje omhoog achterlaten. En we gaan kijken of we dus redelijk groot kunnen gaan worden. Hopelijk wel. De Rainbow Worm past best wel mooi bij mijn keyboard die ik op dit moment gebruik natuurlijk. Dus dat komt helemaal goed. Maar ja, we moeten eerst even wat mensen gaan zoeken natuurlijk. Kijk, zoals je ziet kan ik uitzoomen, dus ik kan precies zien waar iedereen is. Ik kan ook heel erg inzoomen. Oh shit. I'm fucked. Yep, I'm fucked. I'm fucked. I'm fucked my life. Oh, nog een keer. Oké. Nou, even kijken. Hier kan ik aardig wat pakken. Zo. Dat is het leuke dus aan deze mod. Je kan hem in de Chrome webstore downloaden als het goed is. Dus doe dat natuurlijk. Zoals je ziet kan ik ook gewoon dichtbij doen. Maar ja, daar zie je dus hoe en waar alle balletjes liggen. Deze video wordt ook best wel veel geknipt. Holy shit, hij kwam opeens tevoorschijn. Zagen jullie dat? Oh, wey, yo. Maar als jullie meer slitter.io willen zien, laat dan even achter in de comments. Dan ga ik het gewoon vaker voor jullie opnemen natuurlijk. Want waarom zou ik dat niet doen? Is leuk. Ik vind het best wel een leuk spel. Oh, hij is dood. Pak die dingen. Kutworm. Wat is het? Oh shit, weg hier. Ja, hij is ook dood. Nee. Oh. Waar is everybody? Where is everybody? We zijn best wel een grote dummer. We willen in de top 10 komen, jongens. Als we in de top 10 kunnen komen, zou het mooi zijn. Ze komen uiteindelijk niet tevoorschijn als je bijvoorbeeld... uitzoomen. Kijk, daar komen we ook weer tevoorschijn. Die motherfucker, zo doe je dat. Ik vind het eigenlijk nog leuker dan Agario. Als ik eerlijk ben. Maar ik weet niet. Wat vinden jullie leuk? Ik weet dat een paar gasten die ik ken, namelijk Jens als het goed is, die hebben Agario. Of Agar Warriors. Ik weet niet of hun. Hoe heet dat? Of hun. Dit nou ook gaan uploaden op hun kanaal. Dus I don't know of ze deze video kijken, maar. Wie weet gaan ze dit ook uploaden. Hij is tering groot. Holy motherfucking shit. En hij staat nu eens in de top 10. Wat is dit? Hoe groot is dit veld dan niet? Kijk hoe groot het veld eigenlijk is. Waarom is hij in stukjes? Hij is dood. Thanks. For coming in me. Ik ben... Oh my god. What the fuck motherfucker. Haal me even mooi te pakken jongen. Oké, we gaan even een andere. We gaan eventjes. Wat is een leuke naam? Curly... Wurly. Dat is wel een leuke naam. Curly Wurly. Ik vind het wel een leuke naam. Het zijn ook weer zulke snoepjes als het goed is, dus. Dat is best wel leuk. Kijk, hier staat gelijk weer zo'n grote man. Hij is dood. Hij is dood. Dit is mijn kans. Dit is mijn kans om gelijk fucking groot te worden. En hij, ik heb hem ook. Motherfucker. Beste begin ooit. Holy motherfucking shit. Hohoho. Lucky bitch ben ik ook, jongen. Ik ben echt een lucky motherfucker. Die zijn van mij. Kom jij maar tegen me aan, vriend. Pak even jouw wormspul op. Oeh, hier had ik even mooi gedodged, jongen. Kom maar. Beetje uitzoomen. Kijk, de lobby is alweer wat voller. Kutthond staat nog steeds eerst, hè. Ik wil even weten wie dat is. Kunnen we hem insluiten? Nee, kutjes. Dat kan niet. Voor mij zijn de hele Nederlandse lobby zo wat. I don't know. Dus zo kan je uitzoomen. Dan zie je heel veel lichtjes. Je kan beter inzoomen. Boom, bitch. Get out the way. That's how we roll, motherfuckers. Zo, pakken we hem ook even op. Oh my god! Ik ben echt zo'n motherfucking retard, hè. Ik kan gewoon niet. Bij groot kan ik makkelijk verslaan, maar kleintje kan ik dus niet verslaan. Maar ja, weet je, dit is een van de eerste keren dat ik dit speel. Dus don't
Blame Mia. Dit is de eerste keer dat ik dit speel. Legit. Nou, oké, niet de eerste echte keer. Maar serieus. Want vorige keer snapte ik er geen kut van. Ik ging gewoon tegen mensen aanrijden. Toen ging ik zelf ook dood. Dus ik snapte daar helemaal niks van. Totdat ik een beetje zo bij Kwebbelkop en alles iets zag. En toen snapte ik van, oh ja. Zij moeten dus tegen jouw buik of iets aanrijden. Dus zo. En dan kun je ze opeten. Voor mij, als je klein bent, ben je ook veel makkelijker. Kan je ook veel makkelijker iemand opeten dan dat je groot bent. Of ik weet niet of ik dat goed zeg. Zijn er hier mensen die het echt legit fucking veel spelen? Dus bijvoorbeeld net zoveel als dat ik Call of Duty speel of niet? Is dat... Klootzak. Oh! Oh nee, ik ben dood. Hij heeft zoveel geluk. Hij heeft zoveel geluk dat hij iets meer ging boost. Oké, ik ga nu mijn eigen echte naam gebruiken. Hopelijk brengt mijn echte naam wel geluk. Ik tik helemaal verkeerd. Zo. Hopelijk brengt mijn echte naam wel geluk. Dan gaan we hier nou afsluiten met de allereerste aflevering hiervan. Dus laat nogmaals in de comments achter of ik dit wel of niet moet gaan uploaden. Of vaker moet gaan uploaden. Ik heb het nu al een keer geüpload natuurlijk. Dan ga ik dit vaker doen natuurlijk. Als ik hem kan pakken ben ik zo'n baas. Hè. Oh mijn god, hij is dood. Hij is zo fucking groot. Dit is niet meer normaal. Dit is niet normaal meer. Hij is zo motherfucking intens. Boom! Ah! Oh. Oké, jongens. Het is over hierbij. Mocht je nooit hebben van de eerste aflevering, laat dan even je blauw duimpje omhoog achter. Helpt me natuurlijk enorm. Vergeet natuurlijk ook niet de video van gisteren even te checken. Helpt me natuurlijk ook nog enorm. Ik zie jullie morgen om 3 uur weer bij een nieuwe video. Dus tot morgen, jongens. Doei.